wij merken dat de betrokkenheid bij de kerk, het kerkbezoek, sacramentbediening, dat dat allemaal afneemt, ook in onze parochie Gabriël. Het is wel langzamerhand, langzaam zo gelopen, maar het is wel een doorgaand proces. En dat betekent dan, wil je je op de toekomst richten, wil je parochie blijven, wil je niet verliefd gaan, dat je ook zaken moet aanpakken, anders moet inrichten. En daar gebruiken wij ook de term herstructurering voor. In mei willen jullie een plan presenteren. Wat moet er allemaal in staan? Hoe willen wij straks kerk zijn? Wat hebben we daarvoor nodig aan organisatie, aan mensen, maar ook aan kerkgebouwen? En daarover gaan we nu de komende maanden nadenken. En in mei komt daar een heel concreet plan uit van ja, hoe wij dat zien, hoe wij verder willen, met welke organisatie en ook met welke kerkgebouwen. Hoe verwacht u dat uw parochianen reageren op dit plan? Het zal heel verschillend zijn. Sommigen zullen zeggen van hey, dit hadden we al wel verwacht. Voor sommigen zal het een complete verrassing zijn. Ik denk dat mensen ook, sommigen ook wel zo redenerend, misschien wel kwaad of teleurgesteld. In de hele parochie zijn dan 12 kerkgebouwen op dit moment, 11 daarvan nog in gebruik. Is het denkbaar dat die alle 11 nog bruikbaar zijn na mei? Nee, in het beleidsplan hebben we nu ook al geschreven dat wij in de toekomst zien dat wij met de helft van de kerken sowieso verder kunnen. Dus van de helft afscheid gaan nemen. Of dat het exacte plaatje is, dat weten we nog niet. Maar in die trant moet je wel denken. Dat lijkt me dan bijvoorbeeld voor kleine kernen als Braamten iets heel pijnlijks. Als dat in Braamten zou gebeuren, zou dat inderdaad heel pijnlijk zijn. Dat is zo. Want de kerk maakt een essentieel onderdeel uit van die dorpen. En er is al zoveel verdwenen aan scholen, aan winkels. Gemeenschapsgebouwen staan ter discussie. Dus dat zal inderdaad veel pijn doen om op die plekken waar het dan zou moeten gebeuren, om daar afscheid van te nemen. Ja.